Yo, kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe Mindtopia video hier op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. En vandaag spelen we weer Mindtopia, zoals ik al zei voor jullie. En we gaan er weer tegenaan. Vorige keer had ik een video gemaakt over het feest dat ik ging geven in Rolandia. Er was één dik feest, dat was echt super gaaf voor de mensen die daar waren. En helaas niet binnenkwamen door de immense drukte. En zelfs die door de poort heen kwamen door de drukte. Het spijt me. Kon ik vrij weinig aan doen, want uiteindelijk waren er echt veel te veel mensen op het feest aanwezig geweest. Want er waren ook mensen zonder kaartje binnen kunnen komen, want het was zo immens druk. Er was heel veel lag in het begin, om 8 uur precies was toen het feest begonnen. En het was zo druk, waardoor er gewoon de server bijna crashte van Rolandia. Toen de portals maar dichtgegooid, want het kon gewoon helaas niet anders. Dus mijn excuus als je niet binnenkwam, het spijt me. En daarom ga ik vandaag ook een speciale episode voor jullie doen, weer over een soort feest. Want dit was het laatste feest wat door mijzelf georganiseerd was. Want je weet dat als burgemeester zijnde mag je niet natuurlijk andere taken hebben. Je mag wel bedrijven hebben en anderen het laten runnen. En natuurlijk ook met het feest met mijn vette club in Rolandia. Dat ga ik laten runnen door een andere persoon. Dat is Delphin. En Delphin, ik heb zo meteen gesprek met hem in Rolandia. Dus ik ga er zo meteen naartoe naar mijn club. En als het goed is, staat hij daar op mij te wachten. En dan ga ik even bespreken hoe en wat met hem. Over hoe het gaat werken. Dus dat is hartstikke fijn, hartstikke goed. Ga ik even naar mijn kist kijken hier. Stedentoernooi, die wilt dus een leuke aanvraag. Sollicitatie. Ik denk nog sollicitaties in de marathon. Heb ik allemaal beantwoord, dus dat is hartstikke fijn. Ondertussen ben ik nog steeds op zoek naar de gemeentepostbode. Dus die zijn we op zoek, die zijn we aan het zoeken nog. En ja, we hebben gewoon een postbode nodig, want op dit moment heb ik dat niet. Mag ik u iets vragen? Even snel, want ik ben bezig. What's up? Hij gaat zeker vragen hoeveel kost een plot. Dat denk ik, dat gok ik meestal. Nou, even Bram, even op tempo maken, want u wilt graag iets vragen. Ja. Klopt. Bram heeft volgens mij... Hoe moet ik dat doen? Ben je al bij het bouwbedrijf geweest? Dat is een vraagje. Kijk, hij heeft voor... Deze jongen heeft een plot gekocht bij mij. En hij heeft geen gebouw erop staan. Al anderhalve week niet. Dus aanvraag al ingediend. Oké, top. Top. Laat hun even een design neerzetten. Op je plot. Vraag dat even aan. Dank u. Nou, hij moet in ieder geval een soort hek laten neerzetten. Maar goed, ik ga dus naar Rolandia. Want daar heb ik een gesprek met Delphin. Want ik mag geen... mag wel, maar dat ga ik niet meer doen. Geen feesten meer... En mag ik helemaal niet doen. Geen feesten meer organiseren. Ik ben er af en toe nog wel in die club. Af en toe ben ik nog steeds daar te vinden. Maar we gaan het op een andere manier doen. Want ik kan niet meer in video's zeggen van... Hey jongens, ik ga op dat moment gaat er een feest komen. Want dan loopt de server weer vast. Dus dat gaan we niet meer doen op die manier. Er zullen wel feesten blijven komen. Elke week is er volgens mij als het goed is een feest. Maar op verschillende dagen en geregeld door verschillende mensen. Dus niet meer door mij, maar door anderen als manager. En de eerste manager die ik aangenomen heb is, dat is Delphin. En ik ga er nu naartoe. Dus even kijken hoe hij het gaat doen. En waarom Delphin? Ik heb gekozen voor hem, want ik ken hem al een tijdje. Ja, af en toe kan hij een beetje lullig zijn op Teamspeak. Als je hem een beetje kent, je weet dat hij echt ongelooflijk toxic is. En ja, maar hij kan in ieder geval wel een feestje geven, denk ik. Daar vertrouw ik hem wel genoeg in. Dus dan ga ik even naar Contraxia. En dan ga ik vandaar door naar Rolandia. En dan ga ik naar mijn club toe. Waar hij staat. En dan gaan we even een paar afspraken met hem maken. Even kijken. Rolandia, Contraxia, Rolandia. Hier moet ik zijn. Top. Want vorige feest was één groot succes. We hadden een hele leuke feest. Een hele leuk feest gehad. Een hele dikke omzet gedraaid. Ik wacht jullie best laten weten. Over de 200.000 hebben we gemaakt als groep. Zijnde. Waardoor dus inderdaad, ja... Iedereen kon uitbetalen in mijn crew met minimaal 15k. Dus heb ik allemaal 15k gekregen van de groep. Dus dat is hartstikke fijn. Want ik mag ze niet te veel uitbetalen, want het zal een beetje onzin zijn. En het geld wat ik dus nu heb, gaat natuurlijk weer geïnvesteerd worden in natuurlijk bedrijven en in de stad. En jongens, het wordt een beetje leuker. Het wordt steeds leuker op mijn kanaal. Want uiteindelijk ga ik een beetje ingrijpen, ook in Cosmopolitan. Het middenplot gaat eindelijk afkomen. Gaan jullie de volgende keer zien wat ik daarmee ga doen. Het plot in het midden gaat eindelijk geregeld worden. En dan gaan een paar gebouwen tegen de vlakte in Cosmopolitan. Want een paar gebouwen, die hele grote gebouwen, gaat niemand kopen. Want ja, wat de fuck moet je met een gebouw van 100 hoog? Ja, niks dus. Dus daarom gaan we ook tegen de vlakte een paar gebouwen. Dat wordt allemaal geregeld. En ik ga nu mijn club in. Die staat hier in Rolandia achter de inkoop. Kan je het vinden. En daar hebben we Delphin. Hallo Delphin. Oh, hi Dylan. Hey. Ja, sorry, ik ben een beetje laat. Het spijt me. Ik had even een ophefje. Iemand wou iets vragen. Ja, je bent 10 minuten te laat. Ik zie het al. Het spijt me. Het was even een ophefje. Dankjewel. Goed. Ja, we hebben eigenlijk niet de plek. Zullen we even naar boven gaan? Dit is de VIP lounge. Ja, ik heb het een klein beetje aangepast, inderdaad. Want de VIP was vorige keer was het jouw taak. Je kan de deuren openen met inderdaad de... Ja, maar. met de hand. Maar je kan het natuurlijk ook openen met de knop. Nou, daar hebben we de politieagent bewaken. Hallo. Nou, goed. In ieder geval, we gaan even lekker naar boven toe. Hij heeft hier ook recht op het plot gekregen natuurlijk, want hij was vorige keer de bewaker.
Want we gaan even iets belangrijks bespreken, Delvin. Ik heb je natuurlijk laten weten, natuurlijk via, ja, via Skype eigenlijk en via post heb ik laten weten dat ik jou wil aannemen hier als manager van de club. Ja, ja, klopt. Dat had ik inderdaad al begrepen. Ja, want het gaat als volgt. Ik ga geen feesten meer kunnen organiseren, want vorige keer liep het een klein beetje uit de hand. En kon klein beetje. We hadden bijna 200 man hier beneden staan. Precies. En vooral bij jouw stukje met de VIP's was heel lastig. Ik moest zelfs mensen omhoog tp'en in plaats van dat ze door konden lopen, want het kon gewoon niet anders. Ja, dus dat hebben we, gaan we oplossen dat ik zelf geen feesten meer geef, maar dat jij de feest gaat organiseren, waardoor er iets minder mensen zullen komen. Maar we verwachten nog steeds wel heel veel mensen en dat wordt allemaal bijgehouden door jou in een Google Docs met een aantal kaarten dat verkocht kunnen worden en een aantal VIP-kaarten. Dus dat betekent inderdaad voor de kijkers en voor de mensen die willen komen, dat ze op tijd hun kaartje moeten bestellen bij jou, geloof ik. Ja, klopt. Ik ben van plan per feest ongeveer max 100 tickets, waarvan 15 tot 20 VIP-tickets. 25 tot 20 VIP-tickets natuurlijk. En ministers en dat soort dingen mogen altijd gratis. Ja, klopt. Die zijn allemaal gratis. Gewoon. Altijd gratis in de binnen. Goed, in ieder geval jouw taakomschrijving heb ik je nog niet helemaal verteld. De taakomschrijving is natuurlijk gewoon, jij moet gewoon zorgen, wat ik vorige keer deed, zorgen dat het feest eigenlijk draaiende is. Zorgen dat het feest gebeurt. Dus jij moet zorgen dat de inkopen er zijn. Je hebt een KVK, dat heb ik hier ook. Dat kan ik altijd aan je meegeven. Of altijd als iets aan de hand is, kun je dus altijd naar mij toe. Een KVK-nummer heb ik voor je. Dan ga je mee naar de inkoop, haal je natuurlijk kebab. Als jij zegt van, hey Dil, ik wil dit feest geen kebab verkopen, maar golden apples of zo, dan mag dat, geef het aan. Dan kunnen wij de bordjes hier voor je veranderen. Ja, oké, zou ik doen. Ja, kebab hebben we nog wel echt extreem voor over. Bier is denk ik meer belangrijk, want we hebben echt nog dichtstekkers met kebab. Oké, dus nou, dan moet ik vooral bier inkopen voor jou, dat doe je bij Remco. Maar dat kan je inkopen natuurlijk. En het gaat dus als volgt, dat is op jouw kosten, het bier inkopen. Maar dat trekken we af uiteindelijk van de winst, zeg maar, ja, dat komt wel waardoor je dat zeg maar, dat je, waardoor je zeg maar meer geld uitbetaald krijgt. Het gaat als volgende regeling. Ik kan natuurlijk niet de volle bak winst geven, want dat is heel veel geld zou het kunnen zijn. Dan gaan we steeds gesprekken hebben van hoe en wat en hoeveel loon je daadwerkelijk krijgt voor het geven van dit feest. Want ook ik moet een klein beetje winst hebben, want ja, dit heeft me nogal veel geld gekost. Ja, als je al naar plafond kijkt, puur marmer, nou. Dat kost inderdaad al, denk ik 100k gekost, misschien wel meer. Ja. Dus dat is in ieder geval iets inderdaad, dat is duidelijk. En ja, je gaat hier het feest kunnen geven. En wat belangrijk is, je mag je eigen crew aanstellen hier. Dus je hebt een aantal mensen er wel mee gewerkt. Een aantal mensen ervan zijn niet altijd beschikbaar. En het belangrijke is dat jij gewoon zorgt dat het feest op poten komt te staan. Dus jij gaat zorgen natuurlijk ook voor de crew. En dat had in twee barmannen, eentje boven, eentje beneden. Ja. Een special guest bewaker die hier dat deurtje opent voor de ministers, de YouTubers inderdaad, en de gastenlijst. Gastenlijst mag je ook, zelf opstellen, Delvin. Dus jij van mensen die hier mogen komen, mogen ze gewoon naar binnen. Dat komt wel goed. Beveiliging, politie moet je regelen. Als je het leger hier wil hebben, want zelfs daar hebben we access toe gekregen, mag je vragen of het leger hier komt beschermen. Dat is niet niks. Oké, ja. Kaartverkoop. Nee, dat is zeker niet niks. Daar zou ik echt van kijken. Ja, het was vorige week. Dat heb ik geregeld. Daarom, maar dan moet je allemaal zelf aanvragen. Daar heb jij recht toe gekregen met de manager. Dus dat gaan we even kijken net hoe we het gaan doen. Dus op die manier ga jij inderdaad zorgen dat het feest besteld komt. Eigenlijk op poten komt, waardoor jij gewoon zorgt dat het feest draait. Ja, dat komt wel goed. Vorige keer was het ook gewoon een DJ. En als ik zo naar beneden keek daarnet, er moet nog wel even een opruimcrew komen. Want zoals je daar zo nog op pauze ziet, er staan nog taarten en dat soort dingen. Dus moet ik ook nog even allemaal regelen. En schoonmaakploeg moeten we even regelen, moet je ook regelen. Precies. En ik had nog één ding dat wel belangrijk was natuurlijk. Oh ja, hoe ga jij aangeven dat dit een nieuw feest is? Daar moest ik jou nog over spreken. Maar als het goed is gaan we gewoon voorin bij de ingang gaan we daar zo allemaal bordjes op hangen. Dat wordt door het bouwbedrijf gedaan. En dan wordt dan af en toe gewisseld. En als er dan een feest komt, dan staat het daarop. Dus als mensen dan kaartjes komen kopen, dan kunnen ze zien wanneer en hoe laat de feesten zijn. Oh, ja, we gaan het even, weet je wat, gaan we het even kijken. Ja. Want dat is eigenlijk wel je taakomschrijving. Dus, ik doe het wel dicht. Is goed. Oké, weet je wat, doe jij me alles dicht, ik doe alles open. Dat is een goede afspraak. Hartstikke fijn. Dit is handig gedaan, speciaal voor de VIP mensen inderdaad. Dus één keer klikken, dan kan niet meer zo'n hele horde doorlopen, weet je wel. Dat is een stukje makkelijker. Oké, ik doe open, jij dicht. Daar gaan we. Hats. Yeah! Goed, deur voorstaan. Top. Dus jij gaat net als vorige keer inderdaad hier, volgende feest, dit weekend, datum nog niet bekend. Dus inderdaad, dit weekend wordt er weer een feest gegeven. Datum is nog niet bekend, dus als je wil komen en de tijd wordt ook nog niet bekendgemaakt, dat doet Delvin. Dat gaat hij natuurlijk hier laten ophangen door iemand, waardoor je altijd weet wanneer er een volgend feest komt. Dat is eigenlijk jouw taak. Ja, dat dus had ik begrepen inderdaad. Dus de vraag is wel, er staat wel dit weekend, dus dit weekend ga je wel een feest geven hoor ik.
Ik neem aan van wel, als het er staat, dan moet het er zeker komen. Nou goed, dan heb je nog een paar dagen de tijd natuurlijk. Of je het op vrijdag, zaterdag of zondag gaat doen. Of weet ik veel, het kan ook op donderdag wat hij wil. Dus hou inderdaad goed de borden hier in de gaten voor het feest. Er kunnen 100 mensen naar binnen, hoor ik. Dus wees snel met kaartjes kopen. Prijzen worden ook door Delvin zelf bepaald. Als hij ineens zegt, nou ik wil VIP-prijzen voor 20.000 doen. Dan moet hij dat zelf weten. Het is allemaal zijn keuze. Dus hou goed die prijs in de gaten. Misschien is het voorverkoop goedkoper als normaal. Ja, aan de deur is het 2 keer zo duur. Dat kan ik je nu al vertellen. Dus stel dat je hier aankomt en we hebben toevallig nog 4P-ticket. Heb je niet gepreorderd, dan betaal je dubbele. Ja, dus als je eerder komt, dus stel je voor het feest is vrijdag en je koopt woensdag je kaartje, dus vandaag je kaartje, dan zijn ze goedkoper. Dat is inderdaad volgens mij 500, 2000. Dat zou iets kunnen zijn. Dat gaat wel vanmiddag kunnen bepalen, want ik ga hem vandaag eens aannemen hiervoor. Houd eens in de gaten, dus hoe eerder je kaartje koopt, hoe goedkoper uiteindelijk je binnen kan komen voor een leuk feestje met een hele vette... Ja, met vette DJ, wat vorige keer heel erg gaaf was. Goed beveiligd dit keer, want de politie zijn ervan op de hoogte. Ja, ze zijn er nu al zelfs. We zijn nog niet eens open. Daarom, dus jij kan het gewoon, zeg maar, regelen. Eén ding is wel, Delphi gaat niet werken met sollicitatieboekjes, denk ik. Ik ga geen kist voor hem neerzetten, want dan worden we omgegooid met sollicitaties. Delphi mensen aan op straat. Delphi spreekt zelf mensen aan. Dus alsjeblieft, kijkers, mijn kijkers, val hem alsjeblieft niet lastig. En mag ik voor je werken? Want dan... Ja, dan denken ze de kans klein dat je het wordt. Hij spreekt je vanzelf wel aan. Alright. Ja, ik moet wel even denken. Jij wil deze job aan? Ja, zeker. Ik ga ook zo meteen even aan de slag met boekjes klaarleggen. En nog even kijken wat we op voorraad hebben. Misschien nog ergens een aparte kist of zo. Wat we niet hadden verwacht dat dat er nog ligt. Even kijken of we sowieso even schoonmaakploeg nog laten komen voor afgelopen keer. En dan doe ik anders even zo. CEO. CEO. Red. Club. Nee, je moet het zo doen. Zet prefix van natuurlijk eerst Delphins naam. Dat is slaagstreepje Delphin. CEO Red Club. Alsjeblieft, man. Dus je bent nu de CEO van de Red Club, waardoor jij alles kan regelen. Ja. Helemaal top. Het komt allemaal goed met Delphin. Hij gaat het regelen. Dus jongens, als je vragen hebt, kan je het wel aan Delphin stellen. De prijzen, dan wordt die allemaal geregeld. Dus houd het wel goed in de gaten hier. Dan ga ik alvast door naar mijn stad weer, Delphin. Bedankt voor je tijd. Is goed. Ja, dat is goed. Ik spreek je nog wel wanneer je langs kan komen. Je kan altijd hier terecht. Natuurlijk, ik denk misschien ben ik weet niet zeker of ik zelf aanwezig ben bij het feest zaterdag of zondag of vrijdag, weet ik niet. Maar zien we dan wel, hou je het bord in de gaten. Ik weet het dus niet. Maar goed, dankjewel Delphin, ik ga weer door. Ja, is goed. Hey, fijne dag verder. Fijne dag, Marcel. Joe. Nou, dat was dus Delphin. Ik had ooit een keer een kopstootje met hem gehad, uiteindelijk uitgesproken. En ik vind het dus wel een slimme gast. Ik bedoel, hij is zelf level 6 is hij geworden. Dus niet niks voor een speler, level 6 worden. Dat doet hij echt heel goed. Hij woont ook in Cosmopolitan en hij is toevallig... Volgens mij is hij mijn buurman, ook in op Uptown, dat kan zomaar zo zijn, in Cosmopolitan. En ja, ik besloot hem een manager te maken. Ik zoek nog 1 extra manager. Ik had een baan aan iemand anders aangeboden gegeven. Misschien neemt hij die aan, misschien niet. Dus ik zoek nog een extra manager. Ook dat niet zomaar aan me vragen. Niet zoals deze Dave Maurits gaat doen, voor mijn neus staan en zeggen, Rot Jorgie, mag ik je wat vragen? Dan, dan neem ik je niet serieus. Dat vind ik alleen maar lastig, zeg maar. Ik ben juist het type van... Als jij gewoon stil en je rust en zelf gaat werken, zoals Delphin, gaat mij niet lastigvallen, dat weet ik. Ik heb tegen hem gezegd, jij regelt het feest, meer niet, klaar. Dan regelt hij het feest en op deze manier gaan we dus te werk. Dus wat belangrijk is, als je naar een feest wil komen natuurlijk in die club, dat kan. Hou goed in de gaten welke datum het feest is, want vorige feest was inderdaad 1 groot supervet succes. Zo'n groot succes zelfs dat de server bijna crashte. Dus ja, het is 1 gaaf feest. Goed, ben ik weer terug in mijn prachtige stad Cosmopolitan. Ik heb vandaag alles geregeld. Ik heb gezorgd dat mensen weer aangenomen zijn in de stad. Ik heb gezorgd dat de plots weer, die mensen dus inderdaad niet aan de regels gehouden hebben, weer terug moeten inleveren. Zoals inderdaad dit plot, volgens mij is deze nu leeg. Ja, geen eigenaar. Dus plot nummer 48. Die is nu leeg. Want het was van iemand geweest, maar die heeft gewoon 3 weken lang niks gedaan ermee. Ingenomen, bouwbedrijf nagevraagd, heb niks ingeleverd, dus helaas pindakaas, dan spijt het me, dan moet je helaas weer je oude plot inleveren. Zo gaan we te werken in de Cosmopolitan, dat is natuurlijk heel erg belangrijk dat je gewoon goed aan de regels houdt. Even een update, je mag wat 60.000 in deze stad komen, dan mag je hier in ieder geval naartoe komen, maar je moet hier wel inderdaad zorgen dat je hier een huis wil kopen. Je moet hier een huis kunnen kopen en ja, een huis kopen hier is niet meer zo goedkoop als eerst. Het namelijk een plot, het goedkoopste plot dat nu nog over is in Cosmopolitan, is 75.000. Dus ja, Cosmopolitan is een stad voor de rijken. Heb ik toen ook al gezegd. Het is een hele rijke stad. En als mensen zeggen van... Ja, waarom zo duur? Dat is fucking onzin. Jongens, je hoeft hier niet te wonen om in zone 2 te komen. Hè? Je kan Heratopia en in Industrial... zijn de eisen veel lager om hier te mogen blijven wonen. In zone 2. Dus als jij in zone 2 wil komen... en je hebt gewoon niet veel geld...
ga niet naar Cosmopolitan, dat raad ik je aan. Als je niet veel geld hebt, ga gewoon lekker wonen in Heratopia of in een industrial. Maar dan kan je altijd nog hier komen chillen in Cosmopolitan met de rijke mensen. Want dat is wat heel veel mensen nu ook gaan doen. Dat is heel erg slim namelijk. Goed, volgende keer ga ik het hebben over dit plot. Dit plot hier, dat geen grote hijskraanplot, ga ik laten scrappen. Ik denk dat het super veel geld op gaat leveren. En ik denk zelfs dat het de kosten dekt van het nieuwe middenplot wat hier gaat komen. Wat middenplot hier heb ik al gezien. Het gaat echt heel veel geld kosten. Iets van 500.000, misschien wel meer zelfs. Maar het wordt bijna weer gefinancierd door het slopen van deze hijskraan. Wat gemaakt is van Dart. Ja, van Netherbrick. En ja, het wordt heel veel. Het wordt gewoon één groot vet middenplot. Waar iedereen gaat kunnen chillen en kunnen hangen. Het wordt één leuk groot feest. Alright mensen, in ieder geval. Dit was weer de episode voor vandaag. Als je het leuk vond, doe zeker even een blauw duimpje omhoog als je het vet vond. Kom even lekker kijken in de club inderdaad. Hou goed in de gaten wanneer het volgende feest komt. Kom lekker naar Cosmopolitan toe natuurlijk om te kijken. Genieten van het nieuwe plot. Dan ga ik volgende keer uitleggen wat we gaan doen. Dan gaan een paar gebouwen tegen de vlakte. Cosmopolitan wordt gewoon één vet leuke stad gewoon. En niet meer zo'n saaie stad met al die gigantisch grote gebouwen. Want die gaan naar beneden toe. Maar dat gaat natuurlijk komen in de belangrijke gesprekken met burgemeesters. En niet in de aflevering waar het gaat over de club. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Later was al ziens. En natuurlijk, peace.